Een nieuwe vraag mogen we beantwoorden. En die vraag lees ik voor. Wat is er zo bijzonder aan het gesprek tussen Jezus en de moordenaar? En de vraagsteller heeft er voor mijn gemak een tekst bijgevoegd, bijgeschreven. Lucas 23, vers 39. En verder, dat lees ik ook voor, Lucas 23, vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem, dat is deze vertaling, herziene Statenvertaling, en zei, als u de Christus bent, verlos u dan zelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En u vraagt mij, wat is er zo bijzonder aan het gesprek? Nou, er zijn heel wat bijzondere aspecten aan dat gesprek. Stel dat de Heer Jezus van het kruis zou zijn afgekomen en hen, die twee misdadigers, ook van het kruis liet afkomen. Dat had gekund. Maar was jij dan gered geworden? Waarom bleef de Heer Jezus daar hangen? Om mij en om jou te redden. Als hij niet zou sterven voor mijn zonden, voor mijn overtredingen, voor mijn schuld en voor jouw schuld en overtredingen, dan waren we voor altijd verloren geweest. Ja, die man was van het kruis afgekomen en hij was, ik vul in, 20 jaar later toch gestorven. Ik hoop dat u me begrijpt. De Heer Jezus, hij is vrijwillig naar het kruis gegaan, wist vooraf dat dat ook het kruis zou worden. En hij heeft daar zijn lichaam gegeven om in zijn lichaam mijn zonden te boeten en door zijn bloed voor altijd verzoening te bewerken. Dat is de Heer Jezus. Maar dat is nog eigenlijk niet het gesprek. Het gesprek van die man was van kom af van het kruis en verlos ons erbij. Maar dan waren we nog voor altijd verloren geweest als hij dat gedaan zou hebben. Maar het gesprek is verder gegaan omdat de ene misdadiger zei, schampend, een van die misdadigers zei, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos u dan zelf en ons. Eigenlijk is dat gesprek daar aan het kruis een weergave van die twee kanten, letterlijk, de Heer Jezus in het midden, is een weergave van twee kanten van dezelfde situatie. Ofwel, we zeggen, als u dan God bent, dan doe dan iets, alsjeblieft. En maak er iets van. En maak ons ook weer vrij. Maar we komen niet verder dan ons eigen haagje. En onze 20, 50, 60, 70 jaar. En we komen geen millimeter verder. Die andere misdadiger die zei op een bepaald moment, wat ik net las met u, wij hebben gedaan wat onze daden, we hebben gekregen wat onze daden waard zijn, maar u hebt niks onbehoorlijks gedaan. Heer, denk aan mij. En dat is nu het verschil. De ene kant zegt, doe iets en wij zijn voor altijd gelukkig. Maar dat altijd is heel beperkt. Dat is maar een paar jaar. Of, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Ik ken een paar teksten uit de Bijbel waar iemand zegt, denk aan mij. Jozef heeft ooit in het Oude Testament in de gevangenis gezeten. En er waren ook twee misdadigers, echt vergelijkbaar. En die ene die is omgekomen, die is gestorven. Die andere heeft het leven gehouden en Jozef
vroeg aan hem, denk aan mij. Dat heeft hij wel beloofd, maar dat deed hij niet. Maar er is nog iemand geweest die ooit gezegd heeft, denk aan mij. Dat is de Heer Jezus zelf. Vlak voor het kruis, toen hij precies wist wat er zou gaan gebeuren, heeft hij gezegd, blijf aan mij denken. Ik zal het nu anders zeggen, zoals het vaak geciteerd wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Heb je dat ooit gedaan? Heb je ooit de Heer Jezus bedankt voor dat wat hij aan het kruis voor jou, voor u heeft willen doen? Heb je ooit gedankt voor iemand die in de bres zou kunnen springen? Jeremia moest op een bepaalde dag omkijken naar iemand die in de bres zou kunnen springen. En hij vond niemand die dat kon. Het boek Ezechiël zegt dat God zelf gezocht heeft naar iemand die in de bres zou kunnen springen. En komt tot de conclusie, er is er niet één. En toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden om in de bres te staan, om voor schuldige, zondige, verdorven mensen aan het kruis zijn leven te geven. Dat gesprek is buitengewoon daar aan het kruis. Die twee partijen zie je daar en hij is daar in het midden. En de Heer Jezus zegt tegen de man die in hem ging geloven, heden, vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Daar waar enkel heerlijkheid is, ik zeg niet dat het hetzelfde is als het huis van de Vader, maar het is een plek waar de gestorven gelovigen nu zijn en waar ze onuitsprekelijke woorden horen, waar ze dingen horen die ze nog nooit op aarde hebben gehoord, waar ze ontbonden zijn en met Christus zijn, wat in de Bijbel verreweg het beste wordt genoemd. Dat is een plek waar je zult zijn als je gelooft in de Heer Jezus. Wat een prachtig iets. Als je naar het kruis kijkt en je ziet twee misdadigers die inderdaad zeggen, wij ontvangen wat onze daden hebben opgeleverd. Maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ik vind het een prachtig gesprek. Maar je ziet daar eigenlijk die twee groepen. De ene wil voor zichzelf nog wel wat zegen krijgen bij geloven, om in het geloof te komen. En de ander die zegt, u moet het mij geven en u wilt het mij geven. En de Heer Jezus doet dat ook. Het is zo aangrijpend dat de Heer Jezus op het moment dat hij daar hangt, van iedereen verlaten, dat hij zich nog bemoeit met het heil, met het eeuwig heil van die mensen die vlak bij hem zijn. Ik vind dit aangrijpend, ik vind het emotioneel, ik vind het prachtig mooi. En ik hoop dat u daar ook van geniet en dat dat het antwoord is op die vraag. En dan is het niet meer zo'n discussie van wat betekent het precies, maar dan heeft het inhoud gekregen. En zo'n inhoud die raak je nooit meer kwijt. Daar wil je ook niet meer zonder. En dat geef ik zo graag aan jou door. Ik hoop dat de Heer je daarin zegent. De volgende keer is er weer zo'n uitzending. Dan gaat broeder Willem Ouweneeuw verder met de vragen die ook gesteld zijn. En u kunt zich abonneren. Kijkt u maar eens op het scherm. Dan weet u wel hoe dat te vinden is. Maar u kunt het allemaal regelen. Als u dat wilt in elk geval. Heel veel zegen. En Gods zegen in het bijzonder toegewenst.